Een groot aantal politieambtenaren heeft gisteren uit ontevredenheid de Duisburglaan gebarricadeerd. De agenten zijn hiertoe overgegaan uit ontevredenheid over het nieuwe dienstrooster dat de korpsleiding wil introduceren. De gebelgde politieambtenaren zijn na een spoed algemene ledenvergadering samen met het bondsbestuur naar het hoofdkwartier van de Korpspolitie Suriname gegaan. Terwijl het bestuur bezig was te onderhandelen met de korpsleiding, hebben de ontevreden agenten gedemonstreerd op de openbare weg. De actie is ondersteund door diverse eenheden. Rivelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politiebond, zei na het gesprek met de korpsleiding dat het nieuwe rooster frustrerend en ondraaglijk is voor de politie. Dus nadat wij uit de ALV kwamen, zijn we teruggekomen naar hier. En de mensen van het BOTK en het managementteam, een deel daarvan in ieder geval, die waren nog hier. Zij hebben ons dus toen gezegd dat bij onze afwezigheid zij zaken ook hebben geëvalueerd. En zij zijn zelf ook tot de conclusie gekomen dat er enorm haken waren aan het systeem dat men van plan was in te voeren. En dat men het toch heeft teruggedraaid met dien verstaande. Dat voor de surveillance dienst, ASD, wel die 7-7 dienst gaat blijven draaien, van kracht gaat blijven. Maar natuurlijk met in verstande dat je je reguliere dienst draait en daarna overuur boekt. En dat die overlappingen er niet meer gaan zijn. Dus geen drie subgroepen per dienst. Dus normale dienst gaat zijn met in verstande dus dat wanneer je dienst hebt afgerond, 7-7, dat je je reguliere dienst aftrekt en daarna de rest overuur. Het proefschema dat is uitgevoerd op politiepost Houttuin is vanaf gisteren onmiddellijk stopgezet. Ik benadruk dat enkele maanden terug via een resolutie een geldig dienstrooster voor de politie is vastgesteld. Hij vindt het daarom vreemd dat zonder afstemming met de bond een nieuw schema geïntroduceerd zou worden. Het besluit is intussen teruggedraaid. Het feit alleen maar dat men subgroepen had ingevoerd in dat systeem met een heleboel overlappingen, kreeg je een heleboel onmenselijke tijden dat mensen om 3 uur in de ochtend moesten komen om dan om 9 uur 's morgens weg te gaan en dan weer later te komen. Een heleboel gekke dingen had men op een gegeven moment, ik moet het echt zo zeggen hoor, het waren echt gekke dingen die men had in elkaar gezet. Heel erg onmenselijk, je vraagt je af van mensen die een gezin hebben, want politiemensen die hebben ook natuurlijk een gezin. Toch, als je 3 uur in de ochtend naar huis gaat uit die dienst en je hebt kinderen, dan moet je om 6 uur weer opstaan om die kinderen klaar te maken om naar school te laten gaan. Behalve dat, je hebt mensen die geen auto hebben. Hoe vind je om 3 uur in de ochtend een bus om naar huis te gaan? Toch? Dus dat soort gekke dingen had men op een gegeven moment ingevoerd. En we hebben gezegd van nee, de ALV heeft gezegd nee, wij willen dit niet. In elk geval heeft de ALV zelf gezegd, toen wij naar hier kwamen, u gaat niet om te onderhandelen. U gaat om de mensen te zeggen dat wij dit niet accepteren en dat wij dat nieuwe dienstrooster zoals men dat wilde invoeren niet kan draaien. Gelukkig heeft de leiding, zijn ze tot inkeer gekomen, hebben ze zelf gezien van dat systeem dat zij hadden geïnitieerd, dat niet zou werken. Rivelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politiebond. Hij sprak over het nieuwe dienstrooster dat geïntroduceerd zou worden door de korpsleiding. Het schema is teruggedraaid na protest van de politieambtenaren.